Hey guys, allemaal, welkom bij een nieuwe video en de video is niet echt over gamen op dit moment, maar het gaat over Scorito. Ik weet niet of dat velen van jullie Scorito kennen, maar het is eigenlijk, daar kan je spelletjes op spelen, Allee, je kan eigenlijk een team maken en met dat team kan je heel de Tour de France aanpassingen maken, punten scoren met je team en gewoon kijken wie op het einde de meeste punten heeft gescoord. En ik doe daar elk jaar aan mee, ik vind dat heel leuk. En ik wil dat jullie ook meedoen. Als jullie zin hebben, natuurlijk. Dus ik heb mijn eigen subpoelen gemaakt. Ik zal ook een link in de beschrijving zetten van die subpoelen. Dus gewoon daarop klikken. Dan kan je meedoen aan mijn poelen. En dan ben je gestart. Je hebt nog tot vrijdagavond voor je team te maken. Alles wordt eigenlijk voor u heel gemakkelijk uitgelegd. Dus je start hier op dit scherm. Teamselectie. Kies 20 renners. Dus je krijgt een budget. Ik weet niet meer hoe dat ongeveer is. Hier zijn 58 miljoen krijden. En sommige renners kosten uiteraard meer geld dan anderen. Dus jullie mogen gerust mijn team zien. Elke dag kunt u ook nog uw team aanpassen. Want ja, soms is het een etappe voor sporters. Ja, dan moet u uw klimmers natuurlijk niet meepakken. Maar stel u nu voor dat er ook iets de hele trui draagt. Dan krijgt hij automatisch punten. Dus moet die eigenlijk meepakken. Ploegmaals daarvan krijgen ook punten. Dus het spel zit eigenlijk echt. Heel leuk in elkaar. Maar je ziet, als je nu een Bernal of een Rogelits meepakt, natuurlijk, dan ben je al 11, 12 miljoen kwijt. Maar als je dan bijvoorbeeld Richie Port meepakt, Bardin meepakt, ben je maar 5 miljoen kwijt. Dus je moet eigenlijk een balans kunnen vinden tussen wie pak ik mee, wie pak ik niet mee. Net zoals bij de spurters ook. Ik pak bijvoorbeeld Viviani niet mee. Want ik heb geen budget meer, maar ik pak dan bijvoorbeeld wel hier een Bonifazio mee, die maar 2 miljoen kost in plaats van een Viviani van 3,5 miljoen. Wout van Aert kost maar 1,5 miljoen. Onbegrijpelijk. la Philippe, Valverde pak ik mee. En zo hebben we verschillende klassementen: tijdrijden, jongere klassement. Uh, wie is er goed in Kasseië? In Heuvels. Je kunt kiezen per nationaliteit. Je kunt gewoon namen geven. Je kunt ook per ploeg zoeken. Wie dat je bijvoorbeeld in je team zou willen. Je kunt kijken naar de resultaten van vorig jaar. Kijk bijvoorbeeld: Boegman was vierde. Die kunnen dan misschien meepakken. Oran. Dus kijk, ik heb eigenlijk heel ay, niet veel renners mee vanuit de top 10 van vorig jaar. Maar ja, ik zeg het. Het is volgens mij echt heel leuk voor mee te spelen. Dus ik zou zeggen. Klik op mijn link, speel mee en ja, gewoon kijken wat er is. Dus als je team volledig klaar is, krijg je hier etappe 1. Je moet er 9 renners kiezen voor de etappe. En elke etappe kan je dus opnieuw renners kiezen. En dan ook 1 kopman. Als die kopman goed scoort, krijg je dubbele punten. Dus dat is echt heel, uh, heel belangrijk dat je de juiste kopman kiest. Dan etappe 2. Kijk, hier is bijvoorbeeld wat van Aert mijn kopman. Um, als die nu bijvoorbeeld valt ja, en Ala wint en iemand anders deed Alain als kopman, ja, dan pakt die keif op punten ten opzichte van mij. Dus het wil niet zeggen omdat je hetzelfde team hebt gekozen, dat je dezelfde kopman hebt. Ik heb hier ook bijvoorbeeld Hirschi, Mats Pedersen ingezet voor in een aanval. Gaan die een aanval? Dat weten die misschien Gassiop Bijbel in een aanval. Dus um, ja, als je wilt meedoen, doe gewoon mee. De link staat uh, in de beschrijving. En ja, veel succes zou ik zeggen.